Hi allemaal, welkom bij Fem. Vandaag wil ik een video opnemen en jullie tips geven over hoe het is om alleen te reizen en hoe je alleen reizen leuk kunt maken. Ik weet niet of sommigen van jullie al wel eens alleen gereisd hebben of dat je alleen gaat reizen, maar het is best moeilijk om te doen, dus ik dacht het is wel leuk als ik mijn ervaringen hierover deel. Om eerlijk te zijn had ik eigenlijk gedacht dat ik nooit in mijn leven alleen zou gaan reizen, want nou, dat leek me heel erg eng en ik ben niet echt een loner, dus ik had daar nooit heel erg behoefte aan. Maar doordat mijn blog op een gegeven moment mijn werk geworden is, ben ik vaak op perstrips geweest of op shoots in het buitenland. En toen kreeg ik ook nog eens een vriendje die DJ was, dus toen werd er helemaal veel gereisd en toen ging ik met hem mee. En toen bleef ik ook vaak alleen achter. Klinkt heel dramatisch, maar valt allemaal heel erg mee. Ik ben in ieder geval heel vaak alleen op reis geweest, dus het leek me leuk om mijn tips hierover te delen. Tip nummer 1. Probeer dingen mee te nemen waardoor je je comfortabel en op je gemak voelt. Het klinkt misschien heel erg raar, maar ik neem bijna altijd als ik op reis ga, neem ik een geurkaars mee. Je kan al hele kleine geurkaarsjes kopen die je eigenlijk in elke tas makkelijk mee kunt nemen. Als ik dan s'avonds alleen in mijn hotel of in een appartement zit, dan zet ik heel vaak even een kaarsje aan. Dan maakt het toch wat gezelliger en dan heb ik toch meer het gevoel dat ik, nou ja, dat ik me thuis voel. Of ik ga bijvoorbeeld heel veel films downloaden voordat ik alleen op reis ga. Of series, zodat ik allemaal leuke series en films kan kijken en toch zo een beetje comfortabel ben. En ik heb ook, klinkt misschien heel raar, ik heb heel vaak mijn eigen kussen van thuis meegenomen op reis. En ik neem zelfs, confession, soms zelfs een knuffel mee op reis. Als ik echt lang alleen op reis moet en echt er niet zo heel veel zin in heb en echt alleen moet reizen, neem ik gewoon een knuffel mee. Wat dan ook, het helpt in ieder geval als je fijne dingen van thuis meeneemt om je op je gemak te voelen. Tip nummer 2. Mijn tweede tip is om het gevoel van alleen zijn en daar een beetje bang voor zijn juist om te zetten in iets positiefs. Zoals dat je bijvoorbeeld alle vrijheid hebt om op zich te doen wat je wilt. Je hoeft niet met iemand waar je mee samen reist rekening te houden. En je kan precies doen waar jij zin in hebt eigenlijk. En het is sowieso is reizen natuurlijk al een luxe. Dus als je alleen bent, dan kan je je ook heel erg erop focussen dat je juist heel erg geluk hebt dat je mag reizen en dat je de wereld mag zien en dat je dingen kan ontdekken. Ik probeer de laatste tijd heel erg, als ik ergens geen zin in heb of als ik weer voor werk weg moet, probeer ik juist heel erg om het om te zetten in iets positiefs en er iets uit te halen. Tip nummer 3. Als ik weet dat ik alleen moet reizen, probeer ik een planning te maken. Zodat ik van tevoren eigenlijk al weet waar ik aan toe ben. En dus me eigenlijk geen zorgen hoef te maken over dat ik de hele dag in mijn eentje ben en niet weet wat ik moet doen. Dus als ik ergens naar een stad ga, dan probeer ik bijvoorbeeld te kijken waar leuke lunch- of koffietentjes zijn. Zodat ik daar kan gaan zitten en bijvoorbeeld kan gaan werken tussendoor. Of ik kijk of er leuke mooie gebouwen of leuke straatjes zijn waar ik leuke foto's kan maken. Leuke dingen die ik gewoon kan zien. Ik probeer gewoon mijn dagen redelijk vol, niet te vol. Vroeger plan ik mijn dagen altijd echt helemaal vol, waardoor je dan in je eentje weer een soort van gaat stressen. Maar gewoon een paar leuke dingen in te plannen, zodat je in ieder geval weet dat je de komende dagen een leuke tijd tegemoet gaat, waardoor je sowieso al met meer positieve energie een trip in je eentje ingaat. Tip nummer 4. Probeer altijd sociaal te zijn en zoveel mogelijk mensen te leren kennen, ook al is het niet helemaal je natuurlijke aard. Sommigen vinden het heel leuk om met mensen te praten. Ik vind het altijd heel erg leuk om mensen te leren kennen, maar ik heb ook vriendinnen die dat wat minder leuk vinden en daar minder behoefte aan hebben. Maar op een trip als je alleen bent is het wel heel erg fijn als je, ja, als je met mensen kan praten en nieuwe verhalen kan horen, nieuwe ervaringen daardoor op kan doen. Ik denk dat je als mens daar juist altijd meer van leert en een soort van beter van wordt door nieuwe invloeden van mensen waar je misschien normaal helemaal niet in aanraking mee zou komen. Bijvoorbeeld als ik op een perstrip ben, zorg ik er altijd voor dat ik met alle meiden praat en met iedereen in contact kom. Of als ik alleen bijvoorbeeld in Amerika ben, omdat mijn vriendje daar moet werken en ik hem even een tijdje niet kan zien omdat hij iets anders moet doen, dan probeer ik altijd, al is het bij een koffieshop waar ik dan ben, met mensen te praten of in ieder geval iets te doen. Tip nummer 5. Probeer een lijstje te maken van alle dingen die je die dag leuk vond dat je aan het reizen bent. Omdat ik zoveel reis heb ik gemerkt dat ik sommige ervaringen en dingen helemaal vergeet. Daardoor heb ik overigens besloten dat ik ga vloggen. Want ik vind het een beetje zonde dat ik zoveel leuke dingen doe en dat niet altijd kan delen met iedereen, met familie en vrienden. Dus ik dacht het is wel leuk nu ik toch een camera heb die goed kan filmen om alles te gaan vloggen. Dus dat ga ik op mijn eigen kanaal doen. Ik zet hieronder even de link naar mijn eigen kanaal. Dan kunnen jullie, als jullie het leuk vinden, daar je ook subscriben. De eerste vlog is vandaag online. Die is van mijn trip naar Florence, waar ik eigenlijk ook in mijn eentje was. Dus ik ben echt heel benieuwd of jullie het leuk vinden. Ik zal zo ook even een link ergens posten naar die video.
Als ik dan bijvoorbeeld in Amerika alleen ben, dan probeer ik elke dag op te schrijven wat er leuk was, wie ik ontmoet heb, wat ik gedaan heb. En ook zo er een positieve ervaring van te maken. Het lijkt nu net alsof ik alleen reizen een beetje negatief vind. Maar dat is meer omdat ik het eng vind eigenlijk. Maar het is eigenlijk heel erg cool. Ik vind bijvoorbeeld afgelopen trip was ik best wel zenuwachtig voor de trip. En uiteindelijk kom ik met heel veel nieuwe energie en inspiratie thuis. En het is altijd, als je uit je comfortzone gaat, dan leer je uiteindelijk altijd het meest. Dus als je alleen reist, dan word je echt altijd in het diepe gegooid, waardoor je echt gewoon dingen moet leren. Maar nou, eigenlijk iedereen die ik ken die dat ooit gedaan heeft, die komt echt terug met een supergoed gevoel. En je voelt je alleen maar sterker daardoor en of je de wereld meer aan kan. Dus ik kan het zelf echt iedereen aanraden om een keer, al is het een weekend, als een dag alleen op reis te gaan. En zo te kijken wat je daarvan vindt. Dit waren mijn tips. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben aan deze tips. Ik weet dat het best wel een specifiek onderwerp is en dat niet iedereen alleen reist of ooit alleen op reis geweest is of dat misschien gaat doen. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden om te horen of jullie dat al een keer gedaan hebben en of jullie ooit alleen willen reizen. Dus laat even een comment achter, dan ga ik die allemaal lezen natuurlijk. En als jullie meer willen weten over alleen reizen, dan kan je ook een comment achterlaten en dan zal ik natuurlijk even hieronder beantwoorden. Dus bedankt voor het kijken allemaal en tot snel!